Ja. Waar ben je dan? Moeten jullie weer naar buiten? Zo, lieve vrienden, het is vandaag alweer woensdag, hè? Ja, ja. En we leven op de 20ste en het is 14:41. En ja, Rutte die is bezig met een een of andere persconferentie, wat we weer wel en niet mogen. En de klok gaat vrijdag gedaan worden van 8:30 tot ik meen de 16:30, dat ik zag. Dat laatste week eventjes niet meer uit mijn hoofd, maar dat andere is van 20:30 s'avonds en dan tot de volgende ochtend, ja, nu 5:30. Maar in ieder geval, ik heb honden, ik mag er gewoon uit. Dus ik zit er niet zoveel mee hoor. En ja, wat kom ik eruit? Dat weten jullie ook wel. Ik kom er bijna nou nergens. Vanwege dat je niet besmet wilt raken. Maar ook buiten dat om, waar moet ik heen met dit weer? Ja, het is niet prettig weer. Dus je blijft sowieso al wel thuis. En op visite gaan, nou ja, ik moet eigenlijk vanmiddag via visite, maar ik ben niet echt helemaal, ik zit vandaag niet echt goed in mijn vel. Ik denk dat het door gisteren kon, want gisteren toch wel heel veel gesproken en in alles. En waar ik eigenlijk liever niet meer over heb, ik ben een beetje verslag, laat maar zeggen. Dat ik vraag wel of ik morgen even heen mag. En anders zaterdag of zo, ik weet het niet. Of zondag, ja. Want ik ken mijn, die is ook open, dat mag niet open. Maar mijn nieuwe begeleidster die kan ook mogelijk op zaterdag komen, omdat die ook zaterdags werkt. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat hun werk anders dan dat CLO werkt, dus ja. Maar in ieder geval vind ik het niet erg als die dan op zaterdag moet komen, omdat ze niet op een door de weekse dag kan. Nou ja, en dan kan ik op zondag heen en ik word gekrand al of zeuren. En dan de twee dames zijn buiten. Ja, mevrouw, waar ben je dan? Ja. Wat ben je dan? Hé, wat ben je dan? Wat een dikkie, hè? Je bent zo lief. Je is de camera ook lief. Is dat zo? Is dat allemaal zo? Ja, is dat zo? Is dat zo, man? Is dat zo, kereltje? Je maakt het nog donker. Ja. Ja, nou dan kennen jullie die misschien horen spinnen of wat dan ook. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ach ja, is wel leuk. Het begint ook te regenen. En dan moet je er nog met de handjes eruit ook. En ik heb net zoveel zin als een dief in het hangen. Ja, echt. Dus ja, maar in ieder geval wees welkom bij een nieuwe vlog, zou ik het bijna weer vergeten, ik begin gewoon te kletsen, ja, nou ja, welkom bij Corina en de Beestenboel, ja, daar is iedereen welkom, ook in real life ben je welkom hoor, dus hey, is een keer zin om bij dat gekke mens een keer te komen, nou jullie zijn welkom hoor, ja, waarom ook niet. Kom gezellig een wakkie doen, ook hek 1 logeerkamer met een eenpersoonsbed, tenminste eenpersoonsbed, ietsje breder dan een eenpersoonsbed, ja. Het is ook geen twijfel hè, nee, daar is hij weer te smal voor, maar hij is wel ietsje breder. Maar in ieder geval, dat is ook tevens mijn strijkkamer, wasgoed vouwen, noem maar op. Enkel de keuken was niet, dat doe ik altijd hier ook, maar daar moet je ook mijn zin in hebben. En dan pak ik het gewoon er zo eruit, ja hoor. En dat laat ik dit keer ook wel lekker even doen, ik denk, bekijk het maar. Maar oké, dat moet ik zelf ook doen, dus ja. Komt allemaal goed, maar als je zin hebt om te komen, dan kan ook hoor. Ja hoor, je bent hier altijd welkom, ja,
dat is geldt voor een heleboel mensen, behalve nou ja, iemand die mij niet mag, iemand die mij liever een mes in mijn rug nasteekt, nou die blijft maar weg. Iemand die mij lief en aardig vindt, die zijn welkom, want die vind ik ook lief en aardig, ja. Hé, Kandafi, jij een mooi. Jij een kereltje. Jij. Oh, lekker ding. Mooi, zo lief. Ja, zo lief. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ja, hier, oh, de poort wordt weer droog, dus het is maar een paar spatjes geweest. Ik ga me dus klaarmaken om eventjes te lopen met de woefwaffies en ik zal eventjes bellen om te zeggen dat het vanmiddag niet doorgaat. Want ja, ze mag maar 2 op visite hebben en na vrijdag mag ze er maar 1 op visite hebben. Nou, 2 over de hele dag mag je, maar ze krijgt er meer vandaag. Nou, dan zeg ik op mijn beurt, ik wacht wel even. Ja? Dus. Maar oké, ook dat komt goed. Ik hou gewoon vol goede moed. En we komen hier ook alweer doorheen met z'n allen. En je moet het zelf doen. Je moet gewoon gaan genieten. Dan kan je ook in je huis. Doe leuke dingen. Ga ook vloggen als je dat nog niet weet hoe dat moet. Nou ja, dan kruip je eerst naar Facebook. Ga je naar mij toe, Corinne Luisterburg de Jong. En dan vraag je mij, hoe doe ik dat? Nou, ik help je wel, ja. Is toch leuk? Ja, gewoon doen, hè. Heel wat te doen en anders ga je weer ouderwets punniken. Ja, maak je van een stukje hout, doe je spijkertjes op en dan ga je punniken. Een gaatje erin boren met een boormachine. Nou, klaar. Ja. Je doet je wat. Nou, gewoon doen hoor. Ja. Komt het allemaal goed. Of haken, of je gaat breien. Kan allemaal. Ja, kennen mannen ook hoor, net zo goed. Ja, of ja, lezen. Of je zoekt je oude grammofoon plat op zolder op, ga je platen draaien. Ja, dat kennen ook allemaal. Ik heb inderdaad geen grammofoon plat meer, geen platenspeler meer, maar ik heb wel platen nog. Ja, die heb ik nog allemaal. Ja, Corrie en de Rekels, John Woodhouse, noem maar op. De Beatles, weet ik veel wat er allemaal tussen zit. Ja. Maar oké, ja, ga gewoon wat leuks doen. Ja. Je kan gewoon knutselen, want daar heb ik de laatste tijden gewoon geen zin in. Ik heb wel materiaal genoeg, maar. Nee, ik ben liever met die computer bezig. Plaatjes maken, weet je wel. Je fantasie daarop gebruiken. Maar wie weet, komt dat wel weer eens hoor. Ja, ik wou enkel dat ik een kastje had op wieltjes, dat ik het daar netjes in kon bergen. Maar ik heb geen kastje. Nee. En dan moet het eigenlijk van dezelfde kleur wezen dan de keuken is, weet je. En dan op wieltjes, dus niet grote wieltjes, maar van die kleine wieltjes. Kan je hem er onderuit trekken, kan je hem niet bij je halen. En dan kun je het zo pakken wat je nodig hebt. Ja, toch? Ja. Nou, oké, lieve vrienden. Ze zeggen, geniet van alles en tot later. Ze zeggen, tot dan. Ja, lieve vrienden, ik ben weer eventjes retour. Ik heb nog helemaal niks gedaan. Ik hoef ook eigenlijk niks te doen, want het is hier netjes. Ja, oké, leg even wat post, maar daar was ik mee bezig. En dat moet even blijven leggen, want dat moet ik inscannen. En dat ga ik ook straks doen, maar ik ga eerst even voor jullie bezig en voor mezelf. En dan zo'n vlog in elkaar zetten. Maar ik denk, ik ga eerst even weer naar jullie toe. Ja, want ik had alweer een tijdje niks gedaan. De honden die zijn weer hartstikke gek en krank miorig in hun kop. En vooral Orijka, want die kent natuurlijk weer eens die blaten. Ik heb ze net buiten gehad. En uiteraard was er weer een balletje aan het vernielen die ik al jaren had, want die was van Frodo en die vernielde ook niks. Maar zij daarentegen, ja, alles wat te vernielen kan moet vernield worden. Qua speelgoed. Nou ja, oké, dat laat ik gewoon zo buiten leggen. Ook legt er een andere bal. Nou ja, volgens mij krijgt ze dat niet gedaan. En die nam Elwin mee dat die bij me kwam. En ja, daar speelt Elwing ook mee buiten. Dat is echt een balletje, wel een klein balletje, maar die heb ik naar buiten gedaan. Ik denk, wauw hoor, speel daar met buiten mee.
En nou zitten ze op de bank. Ja, piep. Ik hoorde piep. Hé, hey, stelletje mafkezen. Oh nee, maftrine, hè. Moeten jullie weer naar buiten? Naar buiten? Nou, kom dan maar. Kom dan naar buiten. Naar buiten, naar buiten, naar buiten, naar buiten, naar buiten. Voilà. En dan zal ik Rijker dat balletje wel pakken. Ik denk het wel. Ja, een oranje balletje. Dan leg dat dingetje, als jullie hem tenminste kunnen zien. En ze zijn lekker bezig te stoeien en dat moet kunnen. Scheet aan dronken natjes, zou mijn moeder zeggen. Nou ja, heb ik ook. Ja, we gaan gewoon lekker door met die banaan en laat ze me lekker hun gang gaan. En af en toe komen ze tegen die deur aan met een dreun. En ik heb die ijzeren plaat natuurlijk voor de deur leggen. Dat is natuurlijk geen lekker geluid. En dat geloof ik graag. Maar ja, laat ze maar even spelen, ja? Dan zijn ze vanavond weer lekker rustig. En ze zijn vanmiddag verder nog niet buiten geweest. Ja, dan denk ik het lopen. Hoi! Hoi! Maar ja, wat Elwing wel weer vreemd vindt, is als er een straaljager over gaat, helikopters, dan moet ze eigenlijk nog niks van hebben. Maar dan moet ze wennen. Laat hem maar wennen hoor. Geen problemen mee. Ja, en laat ze maar eens een keertje blaffen. Is ook goed voor de longen, want je hoort haar bijna niet. Ja, wanneer er eentje komt, maar dan is het heel zacht, is niet eens niet hard. Degene die begint is Rijka en die gaat echt hard blaffen. Dus. Maar oké, lieve vriend, ik ga met een vlog beginnen. Ik zag allemaal kwaken en zo aan beginnen. Dus ja, ik zou zeggen, geniet en een lekkere eten zo meteen. En tot vanavond, ik zou zeggen, tot dan. Doei! Ja, lieve vrienden, ik kom jullie eventjes samen met Elwing en Rijka. Uiteraard wel rusten wensen, kan dat direct al. En wij gaan er zo meteen erachteraan. Ja, ik heb nog een wijntje staan en die drink ik lekker nog even op. En dan gaan we lekker naar bed, want het is alweer, ja ja, 1 uur 58, bijna 2 uur in de nacht. Naar de donderdag toe. Moest even nadenken. Dus ik wens jullie met z'n allen. Had rusten, slaap lekker, net mooie dromen en probeer vooral weer gezond uit je bed te komen. En dan zien we elkaar aan de andere kant van de nacht wel weer terug. Of niet dan? Ik zou zeggen, tot dan, doei!